Want vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt mij kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij staan? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Ja, ik heb even net 20 ballen gekocht. Ze zijn 5 euro per stuk. En de directeur aangezet om er ook 20 te kopen. Dus de eerste 40 zijn verkocht. Men zegt dat het beter is voor het nabestaan. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Op de wal heb ik geschreven, hup Davien, hup Sam. Davien en Sam zijn mijn kleinkinderen, allebei kerngezond. En wat ik net al op het podiumpje zei, ik hoop dat ze nooit in het ziekenhuis terechtkomen. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd die angst, altijd de angst, maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreden en we hebben gelachen. En gespeeld met het vuur. God verbood wat wij allemaal deden. Ach, leef toch je leven.